Honeylicious, eindelijk. Eindelijk is het ons gelukt. Onze eigen opnamestudio. Bedankt dat je wilde helpen, MC Swag. Dit is allemaal tweedehands, maar vintage audioapparatuur rockt. Ik ben echt gek op knoppen. Komt goed, ik regel de techniek wel. Er is niemand zo goed met techniek als jij, Honeylicious. Ik weet zeker dat het wel goed komt. En we hebben een geweldig uitzicht. Verrassing! En zij hebben allemaal ook een cool uitzicht. Echt waar. Ik regel dit. Natuurlijk. En wij hebben meer spullen om te regelen. Heeft er iemand tijd voor een walk-in? Iemand? Hallo? Miss Glam? Je dacht toch zeker niet dat ik Miss Glam hier alle plezier zou laten beleven? Lady Braids! Oh, werk jij hier nu ook? Je bent een legende! Ik heb deze plek gekocht. Ik begin een keten van Shine On salons. Nou ja, 2 salons tot nu toe. Hey, zo te zien is iemand anders ook aan het uitbreiden. Oh. Het opzetten kost nog wat tijd. Maar we hebben die opnamestudio in een mum van tijd draaiende. Ik bedoel, Honeylicious dan. Oh, het is dus ook jouw opnamestudio? Absoluut. We zijn al de hele dag bezig met inrichten en opzetten. Oh, mag ik om een gunst vragen? Ik krijg uitzendtijd op het omroepsysteem van het winkelcentrum. Zouden jullie vandaag een promo willen opnemen voor de salon? Het zou fantastisch zijn als het professioneel zou klinken. Mijn salon heeft een boost nodig. Ik geloof dat we zelfs een directe verbinding hebben met het omroepsysteem van het winkelcentrum. Weet je zeker dat je dit kunt doen? Jullie hebben best al een drukke dag. Ja! En ik weet zeker dat Honeylicious het ook graag wil doen. We kunnen niet wachten om op te gaan nemen. Ook al is het een promo in plaats van een liedje. Hey, MC Swag, kun je daaronder kruipen om te kijken of die stickerdoos aanstaat? Hey Honeylicious, ik denk dat ik ons eerste project heb. We gaan een kleine promo opnemen voor Lady Braids en de salon. Top! Ik moet alleen nog een paar dingetjes werkende krijgen. Maar we kunnen vast binnenkort opnemen. Yep, alles staat aan. Blijkbaar moet ik nog een paar andere dingetjes uitzoeken. Staat de andere schakelaar aan, MC? Ik ga kijken. Nu moet ik ze alleen nog vertellen wat ze moeten promoten. Wat dacht je van een bepaalde stijl of? Nou, qua vlechtstijlen kan ik Nederlands, Fulani, driehoekige doos, godin, steek, cornrows, vlinder, de gevlochten pony. Nou, ik wil wel iets dat bestand is tegen reizen en de zon en leuke dingen doen. Ik moet experimenteren om te beslissen. Experimenteren? Tja, ik probeer graag nieuwe dingen. Haha. Ik geloof dat alles werkt. De microfoon is verbonden met de booth. We kunnen de opname voor Lady Braids niet doen zo. Het is gewoon onmogelijk. Ik zal het er zeggen. Maar ik haat het om mijn vriend teleur te stellen. Hey, Royal B. Wat? Echt waar? Oh, nee. Oh. Goed, ik zal jou niet teleurstellen. Zelfs als iemand anders mij teleurstelt. Hoe reageerde ze? Verdrietig. Ik denk dat ze erg teleurgesteld is. Nou, we doen ons best. Dat weet ik. Nou, prima. Als ze hun beloftes niet nakomen, prima. 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 Oh, prima. Ik vind het prachtig. Vertrouwd, maar dan nog beter. Wauw. Sunset ziet er geweldig uit. Je had al die stijlen moeten zien die Lady Braids daar aan het uitproberen was. Lady Braids stylt topkapsels in haar salon. Waanzinnig. Lady Braids stylt haar zoals een goochelaar trucs doet. Nou en of. En als je er geweldig uit wil zien, zij kan alles vlechten. Niemand vlecht beter. Kijk maar naar het haar van Sunset. Yep, Lady Braids verniet als geen ander haar geweldige reputatie. Hey, staat er nou een lange rij voor de salon? Dank jullie wel. Echt super bedankt. Jullie zijn de beste. Geen probleem. Graag gedaan. Heel graag. Dag schoonheid. Wat zie je er weer stralend uit. Royal B, vergeet je niet iets. Dank je, Candylicious. Als ik jou toch niet had. Ik hoop dat je er klaar voor bent, want het nieuwe refrein is nu eindelijk perfect. Ik ben hier zo klaar voor Lone Star. Spring in de booth, dit zal niet lang duren. Nou, het staat erop. Oh, gelukkig. Mijn stembandjes begonnen een beetje roestig te klinken. Morgen rond dezelfde tijd? Morgen? Natuurlijk. Oef. Hey Queen, we zijn klaar om op te nemen. Schikt dat? Natuurlijk, Fame Queen. Ik ben er ook klaar voor. Dol op je enthousiasme. Wie gaat er eerst? Laten we beginnen met de drums. Jullie hebben haar gehoord, dames. Laten we rocken! Goed werk, iedereen. Ik denk dat er hier wel een paar hits tussen zitten. Wanneer nemen we de zang op? Ik heb geoefend op mijn rockster vibrato. Nou, ik ben morgen in de studio, maar ik... Perfect. Ik ben de hele nacht vrij, dus we kunnen opnemen zo lang als je wilt. Nou, oké. Oef. Oh. De volgende keer moet je ons waarschuwen voordat je gaat, Royal B. Gapen werkt aanstekelijk. Sorry, het was een lange dag en nu ben ik toe aan een dutje. Maar je zei dat je vanavond met ons zou schilderen. Oh ja? Je hebt weer overal ja tegen gezegd, of niet soms? Nee, natuurlijk niet. Hey, Honeylicious. Wacht, rustig aan. Aha. Oké, maar... natuurlijk kan ik morgenavond een presentatie geven. Stuur ze maar door. Dus, ik ben gevraagd om een presentatie over muziekproductie te geven aan de Muziekwaardering Club. Morgenavond. Er ontbreekt nog iets. En nu dan? Het is een meesterwerk. Dit is leuk en ontspannend. Wil je geen lol hebben en ontspannen met ons? Dat zou ik wel willen, maar ik heb een presentatie te plannen. Veel plezier. Ze heeft vakantie nodig. Absoluut. Maar ze neemt er geen. Nee, ze verlaat het House of Surprises niet als iemand haar nodig heeft. Wat als ze niet weg hoeft? Wij kunnen de vakantie naar Royal B halen. Lone Star, waarom ben jij nu al in de studio? Ben ik te laat? Ik ben te laat. Uw ontbijt is opgediend. Ruikt heerlijk, bedankt. Oké, laten we wat zang opnemen. Juist, dat is vandaag. Oké, laten we beginnen. Ik heb inspiratie. Kunnen we alsjeblieft een nieuwe demo opnemen? Alsjeblieft. Laat maar horen. Voilà! We willen Royal Bee de ultieme thuisvakantie geven. Wauw, het ziet er top uit, baby's. Wacht, je hebt het beste nog niet eens gehoord. Wat is dat? Natuurgeluiden. Dat hoort ontspannend te werken. Wat vind je ervan? Ik ben ontspannen. Oeh, het werkt! Nu hebben we alleen nog onze eregast nodig. Tadaa! Welkom bij je thuisvakantie! Maar ik heb hier geen tijd voor. Het spijt me. Kom gewoon heel eventjes zitten. Omhoog met die beentjes. Je hebt je rust nodig en je voedingsstoffen. Drink dit. Maar ik ben in orde. En de Muziekwaardering Club kan hier elke minuut zijn. Zie je? Je hebt rust nodig. Maar ik ben niet moe. Presentatie. Dat was zo cool. Als ik een beat maak die ik leuk vind, wil je er dan naar luisteren? Tuurlijk. Kom langs wanneer je wilt. Hey Royal Bee, bedankt dat je Swag haar beats liet demonstreren. Ja, ze heeft ons wat trucs geleerd. We kunnen niet wachten om meer te leren. Zelfde tijd volgende week? Nou, misschien doen we dit eens per maand. Wat zeg je daarvan? Deal. Bedankt dat je dat voor me hebt gedaan. Het was leuk om de presentatie te geven. Je weet dat wij altijd klaarstaan om je te helpen. En je mag soms zelfs nee zeggen tegen werk. Ik kan echt wel nee zeggen. Ja, tegen leuke dingen. Maar iedereen vraagt een hoop van je, Royal Bee. En je zegt altijd maar... ja. Nee zeggen is een makkie. Kijk, dan doe je gewoon... nee! Nee, nee, nee! Bedankt. Ik denk dat jullie gelijk hebben. Bedankt, Queens. Yay! Ben je klaar voor je thuisvakantie? Zo klaar. Wat is dat? Walvisgeluiden. Werkt ontspannend, hè?